Wanneer we bij u aankomen om een nieuw gazon aan te leggen, verwijderen we als eerste uw oude gazon of beginnen met het bewerken van de ondergrond. Uw oude gazon wordt door ons met een graszodensnijmachine verwijderd en afgevoerd. Het is van belang de ondergrond los te maken voor het leggen van de graszoden. Door het egaliseren van grond ontstaat een vlakke bedding. Zodra de bedding is gemaakt, wordt deze afgewalst met een zware gazonwals. Op deze manier is de ondergrond 100% gelijk en kunnen de graszoden gelegd worden. Voordat we de graszoden leggen, zorgen we ervoor dat we de ondergrond goed bemesten. Dit is belangrijk om een snellere en betere aangroei van de graszoden te krijgen. Wanneer de mest is uitgestrooid, kunnen we de graszoden gaan leggen. We beginnen daarbij met het uitrollen van een kopmat. Het is belangrijk dat we de eerste rol graszoden zo dicht mogelijk langs de langste, rechte kant van het gazon leggen. Daardoor is het snijverlies aan de overige kanten minimaal en sluiten de graszoden perfect op elkaar aan. De graszoden snijden we in met een graszodemes. Om het gazon de juiste vorm te geven, snijden we de randen op de juiste afstand af. Met een speciale snijtechniek kunnen we mooie rondingen in het gazon aanbrengen. Zodra de graszoden zijn gelegd, walsen we het gazon nog eens goed na. Zo verdichten we de laatste, zachtere plekken en verdwijnt alle lucht die eventueel nog onder de matten zit. Dit zorgt ervoor dat de graszoden snel kunnen gaan wortelen. Uw gazon ligt nu klaar om te gaan verzorgen. Het is belangrijk om het gras meteen te beregenen. De eerstkomende 14 dagen moet het gazon elke dag gesproeid worden en mag u het gras nog niet betreden. Na 2 weken moet het gazon voor de eerste keer gemaaid worden. U kunt nu genieten van uw nieuwe gazon.